van de klok kruipen de jaren voorbij. En ieder jaar getij lijk je wat kwetsbaarder te zijn. Ik zit naast je en lees je voor uit de krant en vertel je wat er deze dag gebeurde en wrijf zachtjes over je hand. Zullen we een stukje lopen? Daar geniet je altijd zo van. Oh, ik zie jou nog steeds in de schittering in je ogen en in je glimlach die doorbreekt als de zon. In mijn gedachten zie ik je dansen met het tikken. Kruipen de jaren voorbij en ieder jaar getij ga ik even terug in de tijd, terug naar die bewuste dag die op mijn netvlies staat gebrand toen ik dacht laat het niet zo zijn. Laat het niet zo zijn. Niet jij, niet jij, niet jij. Oh, ik zie jou nog steeds in de schittering in je ogen en in je glimlach die doorbreekt als de zon. Ik kan het je niet vragen, alleen maar opmaken uit je lieve lach. Maar soms lijkt het alsof je de hemel al bent binnengestapt en ik je zie dansen. Allemaal weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Het Gesprek. Misschien had ik het voor deze dag wel het lied kunnen noemen, want ik ga in gesprek met Christy van der Sal. Zij is zangeres, ik zou ook zeggen kunstenares, want zo beschouw ik dat zeker wel. Zangeres van het levenslied, daar ga ik met haar over praten. Levenslied op een heel bijzondere manier. Christy is begonnen met liederen zingen. Op een manier van, ik wil op een podium staan en ik wil mezelf laten zien. En toch is dat gaandeweg veranderd. En ging het er meer over, ik wil andere mensen laten zien. Ik zie mensen zoals ze zijn en daarover wil ik dat zingen. Is dat ongeveer bedacht, Christy? Hartelijk welkom bij deze aflevering van Het Gesprek. We kennen elkaar een tijdje, dat mag ook wel gezegd worden. Zeker, ja.
al zo lang dat ik denk, nou, zo oud kan je niet wezen. Maar ja, prachtig, ja. Prachtig om je hier aan tafel te hebben. Dankjewel. Ja. Ja, de aanleiding voor mij, dat wil ik toch wel even vertellen aan iedereen, was toch een paar jaar geleden toen die hele coronatijd begon en het allemaal zo zwaar en zwaarmoedig was en er eigenlijk wel een soort van donker deken over Nederland hing. Toen zei jij, mag ik eens met je komen praten? Ja. En toen hebben we daar een gesprek over gehad. En ik herinner me nog dat je in ieder geval een beetje opgelucht wegging en dat ik een verhaal verteld over een vuurtje met jongen die op zijn rug rondzwom en dat mij had geroerd. Ja. Dat was voor jou ook een bijzonder beeld toen, dacht ik. Ja, zeker. Ja, ja, want ik maakte me ook gewoon zorgen om de toekomst. En ook heel erg om onze dochter. In welke soort wereld groeit zij straks op? Rosalyn. Precies. Hoe oud was die toen? 6 wil ik 6. Zeggen. Ja, volgens mij 6. Toen troostte je mij eigenlijk ook met die gedachte. Van weet je, ga maar eens gewoon lekker even de natuur in. En toen had jij eigenlijk kort daarvoor had je die fuut zien zwemmen met die jonkies. En dat je dacht, nou weet je, God gaat ook verder. En er komt ook weer nieuw leven en er ontstaat ook weer iets nieuws. Ja. En dat troostte mij wel, dat beeld met die fuut en die kleintjes. Dat ik dacht, ja, oké, we gaan ook weer gewoon weer verder. Ja. Maar nu zie je wel weer toekomst voor Rosalyn? Ja, dat wel. Ik denk wel gewoon dat het, zeker in die tijd, dat alles zo op scherp kwam te staan. En dat er zoveel dingen gebeurden in korte tijd, zowel op haar school als afgesneden zijn van andere mensen. Het was zo'n intense periode dat het overweldigde me ook gewoon. En nu zitten we in een situatie, zeg maar, waarin alles weer een soort normaal lijkt, in ieder geval. Ik wil niet helemaal zeggen van dat dus ook allemaal zo blijft, maar wel dat je in wat rustiger vaarwater zit. Dus die heftigheid is er op dit moment even vanaf voor mij. Ja, ja. Geen directe, zichtbare druk meer. Nee, precies zo, ja. Ook met Rosalyn op school, je kan ze gewoon wegbrengen en weer ophalen. Ja, precies. Je kan gewoon weer eigenlijk de dingen gewoon een beetje oppakken zoals je dat voorheen deed. Ja. Hey, ik zei in het begin van, jij had conservatorium gedaan, je ontdekte dat je van muziek... Wanneer ontdekte je eigenlijk dat je wel kon zingen of dat je van muziek hield? Hoe ging dat? Ik was 12 toen we bij ons op de basisschool een soort introductie kregen van de muziekschool. Mm-hmm. Er werden toen allemaal muziekinstrumenten meegebracht. En dan mocht je dingen uitproberen. Ja. En dat was mijn eerste aanraking met muziek. Wat koos jij voor instrument? Ik koos toen de keyboard. Okay. Dat vond ik superleuk. Want dan kon je een knop indrukken en dan hoorde je eigenlijk van alles meteen. Een soort je eigen bandje. Ja. Dus dat vond ik heel leuk. Ja. En toen ben ik daar eigenlijk mee begonnen bij de muziekschool. En na 2 jaar toen zag ik dat je daar ook zanglessen kon volgen. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel leuk om eens uit te proberen, zo eigenlijk. En dat mocht ik doen van mijn ouders. En mijn zangdocenten die zei op een gegeven moment van hey joh, daar kun je wel wat meer mee gaan doen. Ja. Nou, wat dan? Daar keek je van op, of niet? Ja, daar keek ik zeker van op. Ik denk dat ik was ook niet echt iemand die daar zo erg naar vroeg. Van hey, is het nou wat ik aan het doen ben? Ik vond het gewoon heel erg leuk om met muziek bezig te zijn. En toen ik 14 was, toen deed ik mee aan een schoolconcert. En ik zat daar dus met mijn keyboard. En de keyboard die stond vrij zacht, dus je hoorde vooral mijn stem. En ik weet nog dat ik toen merkte gewoon, het was helemaal stil in de zaal. En mensen luisterden. En zelfs op die leeftijd merkte ik toen al van, hey, als ik zing, dan luisteren mensen. En dat is iets krachtigs. En wat dat betekende, wist ik nog niet, maar dat moment weet ik nog heel goed. Je voelde dat er wat gebeurde. Ja, ik merkte echt van zodra ik ga zingen, dan gebeurt er wat of zo. Wat deed dat met je? Ja, dat deed eigenlijk veel omdat ik denk zeker ook op school was ik niet echt een opvallende figuur. En zodra ik zong, dan zag iemand mij ineens. Dat weet ik ook. Ja, je werd gezien. Ik werd gezien doordat ik zong, ja.
Je werd gezien omdat je zong, dat vond je fijn. En was dat ook een stimulans om daarin verder te gaan? Nou ja, ik denk wel dat het vooral iets was wat ik gewoon heel erg leuk vond om te doen vooral. Nog steeds, ik hou gewoon heel erg van muziek maken. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk gewoon mijn allereerste drijfveer. En ja, ik werd gezien omdat ik zong. Eigenlijk denk ik dat dat wel iets heeft gedaan bij mij. Ja. Ik heb wel gemerkt van dat iets uitwerkte bij mij. Van hey, als ik dus op dat podium sta, als ik zing, dan word ik gezien. Hm. Ja, dat heeft denk ik wel een uitwerking op mij gehad. Want gezien worden is dus belangrijk? Nou ja, ik denk dat net als hoe jij het introduceerde van hey, je had de neiging om heel erg je stem te willen laten horen. Zeg maar luid te zingen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En een soort show-element bijna te hebben. En dat ik ook wel heb gehad vroeger dat het voelde voor mij als dat ik in een soort rol stapte zodra ik dat podium opstapte. Dat is denk ik daar wel aan te linken. Oké, okay, je zegt podium, want je bent uiteindelijk vanaf de middelbare school naar het conservatorium gegaan. Ja. En daar kwam je al gauw op een podium terecht? Of dat moet je daar oefenen? Of hoe gaat dat? Vertel eens. Nou, je had op het conservatorium ook meerdere momenten gedurende het jaar dat je op het podium stond. Dat waren dan gewoon vaste locaties, poppodia en zo. En dat werd beoordeeld op wat je daar aan het doen was. Ja. Dus ja, ik kwam daar al heel jong mee in aanraking. En dat hoorde ook gewoon bij mijn opleiding. Ja. Om daar te staan en om in die zin die show te geven. Je te laten zien. Ja, je te laten zien. En ja. Dat voelde goed. Ja. 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 Mooi. Dat voelde wel goed. Ja. En je wilde daarin verder? Ja. Je bent daarin verder gegaan? Mm-hmm. Hoe? Vertel eens. Hoe ging dat tijdens en na dat conservatorium? Ja, tijdens na het conservatorium. Ik denk dat dat gelijktijdig inderdaad een beetje is begonnen, gewoon dat ik al op het consortium zat. En ik trad ook veel op in het weekend, nachtleven, coverbands, ook akoestische settings, van alles en nog wat deed ik eigenlijk daarin. Wat voor soort muziek moet ik me nou voorstellen? Ik denk echt een beetje top 40 muziek, gewoon echte radiomuziek, dat soort dingen. Bestaat dat nog heel top 40? Ja hoor, ja. Wow. Leuk. Ja, dus echt een beetje dat soort dingen en gewoon feestsituaties of bruiloften en partijen, al dat soort dingen. Ja. Ja. Maar dat is niet je vak geworden, zeg maar. Dat doe je nu niet meer, toch? Nou, niet meer inderdaad op die manier. Ik ben, toen ik 18 was, kwam ik tot geloof. En dat had sowieso een hele grote uitwerking op mij persoonlijk, omdat je dan ook gewoon innerlijk wordt veranderd. Wat vertel daar eens iets van. Mm-hmm. Ik hoef niet een heel bekeringsverhaal te hebben, maar tot geloof komen betekent voor sommige mensen, denk ik zo, wat is dat eigenlijk? Ja. Wat gebeurde er met jou? Nou, voor mij was het echt gewoon dat ik in Jezus ging geloven. En, zomaar ineens? Nee, je hebt wel een lange weg gehad. Maar was wel christelijk opgevoed. Je wist van Jezus af. Nee, niks. Nog niet. Nee. En hoe ga je dan ineens in Jezus geloven? Dat is bij mij zo gegaan dat ik werd meegevraagd door een vriendin naar een Alpha-cursus. Oké. En zo kwam ik eigenlijk in aanraking met christelijk geloof. En ik was wel heel erg op zoek. Ik had wel grote vragen gewoon over het leven en waarom ben ik hier en dat soort dingen allemaal. En die kon ik daar ook stellen. En geen vraag was eigenlijk raar. En er is toen denk ik gewoon langzaam gewoon een proces begonnen. Gewoon dat ik nu zie als dat God dat in mij heeft uitgewerkt. En ik echt thuis kwam eigenlijk bij God. Wauw. En dat heeft een diepe impact op mij gehad. En ik denk zeker ook vanaf die tijd, dan ga je gewoon steeds meer ontdekken. En begon ik meer te lezen ook in de Bijbel. En dus ook eigenlijk te ontdekken van, hey, als ik dus gemaakt ben door God, dan heeft hij misschien ook wel een plan met mijn leven. En misschien ook wel met hetgeen wat ik heb gekregen. Ik heb die stem toch dan ook gekregen van God. Ja. En daar is wel echt iets begonnen van, en ben ik dan aan het doen wat ik nu moet doen? Of doe ik vooral waarvan ik zelf denk van, dit is wel goed of zo om te doen? Het werd ineens een vraag voor je. Ja. Ja. Ja.
Ja, want we hebben de Bijbel open liggen en niet helemaal toevallig bij Psalm 139. Want jij zei van daar staat zo'n prachtige tekst in over je bent geborduurd. Hmm. Dus je bent op een kunstige manier in elkaar gezet. En ja, dat ben jij natuurlijk ook. En ineens zag je dat God jou zag als borduursel. Je werd gezien in feite. Ja. Dan moet ik zomaar aan denken als jij zegt, ik verlangde ernaar om gezien te worden. En ineens merk je, God zag mij. Hmm. Hij heeft me gemaakt, hij zag me, hij ziet me. En hij heeft misschien ook wel een bedoeling met wat hij maakt. Ja. 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 En wat veranderde dat? Nou, dat is een langzaam proces geweest. Dat ik dus gewoon merkte van, oké, hij heeft mij dus echt gemaakt. En hij heeft daar een plan mee. En ik vond het spannend om mijn stem eigenlijk ook uit handen te geven. Daar heb ik moeite mee gehad. Aan God uit handen te geven. Ja. Ja. Ja, want ik vond het ook spannend. Wat gaat hij daarmee willen? Wat voor plan gaat hij daarmee hebben? Wat voor bestemming heeft hij? Hè? Ja, bestemming. Ja, ja. Ja, dat is je bestemming werd veranderd. Ja. Ja. En, dus een ander bestemmingsplan. Een ander bestemmingsplan. Ja. Dus dat vond ik spannend. Om dat los te laten. Maar uiteindelijk was dat zo'n... Ja, ik weet het niet. Het voelde gewoon echt als iets wat ik moest gaan doen. Gewoon, ik wil dat ook echt over gaan geven aan God. En ik ben er benieuwd naar. Ja. En toen heb ik de keus gemaakt eigenlijk om te stoppen met de dingen waar ik toen in zat. Dus ik ben gestopt met coverbands. En eigenlijk gewoon om in de rust te komen en te ontdekken van nou, wat wil God van mij? Ja, ja. Je had het licht gezien eigenlijk, zeggen mensen dan wel eens. Hè? Maar dat is ook een beetje zo. Ja, ja. Zo zeiden mensen dat ook al tegen me. Van die... Ja, het was natuurlijk ook wel een beetje apart wat ik zomaar ging doen en te stoppen met al die dingen. En dat, probeerde ik dat ook uit te leggen, want dat was ook lastig. Maar als je iets van binnen zo diep voelt, dan wil je daar ook zelf gehoor aan geven. Wil je daar stem aan geven? Ja. Ja, om maar bij die stem te blijven. Die stem te blijven. Je hebt daar ook een liedje over gemaakt, toch? Mag, moet ik liedje zeggen? Of lied? Of song? Of mag allemaal. Compositie? Ja, hoor, wauw. Nee, hoor, maar je hebt daar een lied over gemaakt, over dat licht wat je hebt gezien, dat levend licht. Nou ja, ik denk dat het ook wel iets is inderdaad van dat ik mijn relatie eigenlijk met God zo ervaar. Als iets heel intiems en dat ik ook gewoon vaak gewoon lekker ga wandelen en vragen die ik heb of dingen waar ik mee zit uitspreek naar God. En in die rust eigenlijk merkte ik dat hij eigenlijk ook dit tegen me zei van lang voordat ik jou eigenlijk al maakte, hè, hield ik eigenlijk al van je. Ja. Dat zit eigenlijk verborgen in dat lied, in Levenslicht. Ja. Kan je dat voor ons zingen? Ja, dat ga ik doen. Ik heb mijn gitaar mee. Oké. Je hebt gejaagd en gestreefd. Je bent rusteloos geweest en je bent blijven rennen, ook toen je reeds vastgelopen was. En ik weet dat je moe bent en uitgeblust. Geef er nu maar aan toe en kom tot. Laten we wandelen, stilzwijgend kijkend naar de horizon. Het geschilderd avondrood nemen we in ons op. Voel de wind langs je gezicht strijkt. Hoor hoe mijn hart gelijkmatig klopt. Mijn liefste, wist je dat ik jou al in mijn hart gesloten had, lang voordat jij het levenslicht zag?
Mooi. Ja. Hoe diep eigenlijk om stem te kunnen geven middels een lied aan iets wat je met je stem niet gewoon kan verwoorden? Ik bedoel, ja. met woorden, ja. Zeg maar. Ja. Ja. Sorry, ik ben afgeleid door het hondje. De hond, die vindt haar erg lief. Nu even komen kijken. Ja. Oh. Hij wil ook een keer een beeld, hè? Ja, is nog nooit gebeurd, ja, hoor. Oh. Nee. Ja, hij wel lief. Ja. Ja. Heb je daar reactie gekregen, Christy, op dat lied? Want als ik het zo hoor, dat gaat best heel diep. Het is ontroerend, ja. Oftewel, het raakt. Ja. Nou, ik denk inderdaad gewoon dat dit een lied is van dat mensen ook gewoon voelen of zo van... Hey, die rust, daar snak ik ook wel naar. Dat iets is wat binnenkomt. Ja. Ja. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen waar mensen altijd naar snakken, is naar gezien worden en naar rust, denk ik. Ja, dus we willen ertoe doen. Ja. En we willen ook in de rust komen. Nou, eigenlijk zit beide er wel echt in. Ja, 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 dat klopt. Maar dat beide vond je ook bij God. Ja, ja, dat heb ik echt daar gevonden. Ja. Ja, zeker. En dat was natuurlijk al ver voor die coronaperiode. Mm, ja, zeker. Maar dat heeft jou tijdens de periode ook wel doorgeholpen? Ja. Ja, ik merk gewoon zeker van dat in... Ja, ook als ik boven op de berg sta en het is allemaal prachtig... Hè, dan geniet ik daar ook van en daar dank je God voor. Maar zeker in de moeite kom je er gewoon altijd achter van... Ja, waar ga je dan daarmee naartoe? Met die vragen en met die moeite die je hebt. En ik heb zeker in die tijd gehad... Er waren zo ontzettend veel meningen en dingen die overal werden geuit. Dat ik ook gewoon merkte van ja, wat is waarheid? En waar ga ik daar naar zoeken? Hmm. Dat was voor mij echt gewoon iets wat heel erg weer op scherp kwam te staan. Weet je wat mij opvalt wat je zegt? Zeker in de moeite ga je naar God toe. Ja. Dus die moeite dient ergens toe dan? Nou ja, ik heb wel het idee dat God dat juist heel erg gebruikt. Dat zie ik wel zo, ja. Juist dat in de moeite eigenlijk. Ja, daar ben ik nu eigenlijk ook erg mee bezig. Ik ben nu bezig met nieuwe nummers te schrijven. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk heel erg over je wortels. Dus okay. Waar je ook in geworteld bent. Ja. En ik ga dan altijd research doen. Van, tuurlijk. Voor nummers, ja. En daarin duiken. In het geval van wortels dacht ik aan bomen. Dus ik had allemaal bomen en ze klopen die je in huis. En ben gaan kijken van, ja, hoe zit dat eigenlijk bij een boom? En wat ik eigenlijk ontdekte was ook dat een boom juist te midden van stormen dieper gaat wortelen. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook een beeldspraak die ook klopt bij ons als mensen. Juist eigenlijk te midden van die stormen waar we doorheen gaan, dan gaan we eigenlijk dus ook dieper wortelen, worden we eigenlijk ook veerkrachtiger, juist door die moeite heen. Dus als er stormt in je leven, dan helpt dat ergens in. Ja. Zo bedoel je dat? Ja. Ja, en dan merk je ook pas dus hoe diep die wortels gaan. Dat je niet zomaar omver wordt geblazen. Nee. En dat merk ik ook echt wel, dat ik me daar dan ook echt aan vasthoud. Ja. Ja. Ik moet dan denken aan zo'n Bijbeltekst, die zegt geworteld in de liefde. Ja. Word je dan sterker. Ja. Dat is het dan ook, dat je dieper wortelt in de liefde van God. Ja. En hoe zit dat nou met mensen die dat eigenlijk gewoon niet zo hebben? Ik bedoel, er zijn ook een heleboel mensen die zeggen, ja, geworteld in de liefde van God, ik heb daar niks mee. Wat moeten die nou met stormen in hun leven? Nou, ik denk sowieso van dat... Wanneer je in een storm terechtkomt, dan vallen heel veel andere dingen weg. Dat merk ik vaak als ik gewoon gesprekken heb, ook met mensen die misschien niet geloven in God, maar wel gewoon dat ze merken van zodra je ergens doorheen gaat en dat er heel veel andere dingen gewoon dan wegvallen, dan komen dat soort vragen. En dan gaan mensen ook gewoon vaak zoeken. Ik merk dat mensen dan bijvoorbeeld of heel erg veel gaan lezen of heel veel gaan wandelen, om ook met die gedachten die ze hebben ergens naartoe te kunnen. En dan denk ik, ja, God laat zich ook zien in de schepping. Dus ik geloof ook van dat hij dat gevoel van ik moet ergens naartoe met wat ik nu allemaal voel en dat mijn leven
ik weet niet, aan het wankelen is. Ik waai bijna om. Is dat toch iets van dat ieder mens, denk ik, kent. Zodra dat op scherp komt te staan, van hé, waar richt ik me dan op? Ja, en dat is voor ieder mens, denk ik, anders. Maar dat zoeken, dat zie je bij iedereen wel terug, denk ik. Ja. Ik zit te denken ook van, waar richt ik me dan op? Hè? Dat wortelen is natuurlijk heel mooi. Je gaat dieper wortelen, maar je gaat ook, die boom gaat ook door zijn wortels omhoog. Hè? Ja. Die groeit ook wel omhoog. Mm-hmm. Ik vind het wel een mooie gedachte. Maar tegelijkertijd, ik vind het een hele mooie gedachte. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar er zijn ook wel mensen die uiteindelijk misschien toch omwaaien. Ja, maar dan denk ik dat er, dat hoorde ik laatst van iemand, vond ik heel erg mooi. Ik weet even niet meer wie me dat vertelde, maar die was in Amerika geweest. En daar zijn die hele grote bomen. Heette die niet sequoia's of zo, maar dat zijn hele grote bomen. En ze was daar geweest en ze zei, weet je wat heel mooi is? Dat die bomen onder de grond wortelen ze sterker in elkaar. En dat vond ik een heel mooi beeld, dat ik dacht van, als je inderdaad je zo voelt, dat je denkt, nou, ik val om, dan zijn er ook weer allemaal mensen om jou heen die jou ook weer vast kunnen houden. Dan wortel je in elkaar. Dan vond ik heel mooi. Ik denk, dan ben je niet heel op jezelf staand. Je hoeft niet als dat enige boompje dan te proberen, oh, ik blijf wel overeind. Nee, soms kan dat ook niet meer. Nee. Kun je niet meer proberen. Nee. Je kunt ook niet overeind blijven. Nee. En ik denk dat dat ook iets is van wat ook als mensen, gewoon mensen onderling. En als je gewoon durft ook aan te geven van, hé joh, ik val om. Ik red het niet. Dat je om hulp durft te vragen. En dat er ook anderen zijn die jou weer vast kunnen houden. Te midden daarvan. Ja. Ook een mooi beeld. Boven zeker, die onderling verstrengeld. Ik word er ook even stil van. Omdat er schiet natuurlijk allerlei gedachten door me heen waarvan ik denk van, ga ik dat zeggen? Ga ik dat vragen? Maar ik noem het toch even. Ja, wij kennen samen een vrouw die letterlijk omgevallen is. Ja. Danita. Ja, die is al erg omgevallen. Ja. En daar zit ook een heel stelsel van wortels omheen. Dat, dat ontroert me nou. Ja, er zijn heel veel mensen die daardoor sterker zijn gaan wortelen. Ja. En zij zelf? Nou, daar kunnen we heel weinig over zeggen, denk ik. Het is heel ongrijpbaar. Ja. Danita inderdaad heb ik opgezocht. Ik ben een project begonnen in de coronatijd. Ja. Dat heet Onze Verhalen. En dat is ontstaan eigenlijk heel erg vanuit het verlangen om nog echt contact te hebben met andere mensen. Want nou ja, we waren in die tijd dus allemaal een soort afgesneden van iedereen. En ik wilde nog echt oog hebben voor andere mensen. En een lied schrijven eigenlijk naar aanleiding van iemands verhaal. Ja. En een van de mensen die ik dus heb ontmoet was Danita. En Danita ken ik ook nog van voor die tijd. Danita heeft een ongeluk gehad. Ja, wou ik zeggen, vertel iets over voor die en na die tijd. Ja. Wat is er gebeurd met haar? Ze is aangereden. Ze is toen met haar hoofd beland op de stoep. Ze is toen in coma beland. En heeft nu eigenlijk een heel erg verlaagd bewustzijn. En ze woont in een zorginstelling nu. Wordt overal bij geholpen. Ze had een hele mooie carrière voor de boeg, hè? Politica. Voor het CDA in Purmerend, meen ik, of in Monnikendam. Ja, Monnikendam daar, ja precies. En haar leven kwam eigenlijk tot stilstand van de een op de andere dag. Ja. En ik ontmoette haar moeder eerst en heel veel gesprekken met haar gehad. En dat leek haar een heel mooi idee, dat ik een lied zou schrijven over haar verhaal. En zij was heel openhartig, maar ik merkte ook, ik kan dit lied eigenlijk niet gaan schrijven als ik haar niet zie. Ik moet haar zien. Je moet haar zien. Ik moet haar zien. Ik moet haar meemaken. Ja. Want dan pas kan het ook bij mij binnenkomen, nog meer. En kan ik ook pas de kern, denk ik, ook pakken van het verhaal. Je bent erheen gegaan? Ja, samen met haar moeder. Ik kwam daar aan in haar kamer. En dat vond ik alleen al indrukwekkend, omdat in haar kamer allemaal spulletjes waren van haar leven.
Dus zoals wat je zegt, dingen van de politiek, zeg maar, die daar hingen. Ze was actief in de scouting, dus er hingen van die blouses, zeg maar, van de scouting. En heel veel foto's, mensen met wie ze contact had, al die dingen. En dat was allemaal in dat kamertje. En dat raakte mij al, dat ik dacht, wow, je leven komt tot stilstand. En dit zijn, zeg maar, de voetsporen van jouw leven. Mm. Daar heb ik meteen ook foto's van gemaakt, dat ik dacht, dat wil ik vatten in een zin. En dat heb ik ook uiteindelijk gedaan bij haar lied, dat ik op een gegeven moment ook opschreef van, omringd door souvenirs uit het verleden, het zijn de voetsporen van je leven. Dat wilde ik zo graag daarin vatten, omdat ik dacht, dat is nogal wat. Hè? En hoe zou dat persoonlijk voor mij zijn als mijn leven ineens tot stilstand kwam? En wat zouden dan de dingen zijn die je daarvan zou kunnen zien? Of bijvoorbeeld om het nog scherper te zeggen van, waar geef ik mijn tijd en mijn aandacht nu aan? En wil ik dat ook op deze manier? Dus dat was iets wat bij mij persoonlijk ook meteen iets deed. En dat ik Danita vervolgens zag, haar moeder had van tevoren gezegd, ze toont nog steeds emoties. Ze lacht nog, ze huilt nog, dat kan ze allemaal nog laten zien. Maar voor de rest kan ze niet gaan praten. Dus dat zie je ook. Je ziet, zeg maar, van dat ze gewoon een beetje in haar eigen wereld is. En haar moeder ging gewoon de krant voorlezen. Haar favoriete muziek draait. Ze vertelt de dingen een beetje van de dag. Ging heel vaak haar handen verpakken, even zo wrijven. Even dat lichamelijke contact zo. Maar voor de rest leek daar niet een beetje, vooral een beetje in haar eigen wereldje, zeg maar. En we gingen naar buiten toe. We zouden gaan wandelen en het was een hele mooie, stralende dag. En het zonnetje viel op haar gezicht. En ineens begint ze te lachen. Dat dacht ik echt, inderdaad, ze toont echt die emotie. En vooral zeg maar, omdat haar moeder ook had gezegd van, als moeder zijnde wil je dat misschien zien. Hè, wil je zien dat je kind toch nog emoties heeft. Er is, weet je wel. En waar ik zei van, ik zie het ook. Ze begint echt helemaal te stralen. En automatisch begon ik dus ook tegen Adonita te praten van het vind je mooi, hè? Het is een mooie dag. En dat ik dacht, dat doe ik ook. Ik ga meteen tegen haar praten. Gewoon alsof je een gesprek hebt, toch? En vervolgens liepen we een stuk verder en hadden we haar zo op een plekje gezet. En dan hoorde je de vogeltjes zo om haar heen. En dan zag ik haar ogen ook zo heen en weer gaan. Dat ik dacht, kan ze nou die vogeltjes, wat krijgt ze hier nou van mee of zo? Dat kun je niet helemaal pakken. Maar het voelde voor mij heel erg als, ik weet het niet, dat er een soort tastbare aanwezigheid was van, ze is hier, maar ze is ook ergens al waar het goed is of zo. Ze is ook ergens een grensgebied. Ja, en dat kun je natuurlijk eigenlijk niet uitleggen, maar ik heb dat daar echt zo ervaren dat ik dacht, dit is de situatie, dit is wat ik zie. Ik zie haar in die rolstoel en het is heel erg, want ik zou haar het liefst gewoon dat ze lekker deel kan nemen aan het leven. Maar dit is wat de situatie is en toch, je kon er ook doorheen kijken. Ja, heel apart. Dat ik echt dacht van, dat moet in dat lied komen. Het is er ook in gekomen. Ja, eigenlijk gewoon in de zin van, ik zie jou nog steeds. Dus inderdaad, zeker in die glimlach en dat soort dingen zie je haar nog. Maar ook dat andere deel, dat eigenlijk niet zichtbare deel, heb ik er eigenlijk even werkt dat ze danst. Oh. Ja. Mooi, hè? Ja, en dat was echt iets, zoiets ongrijpbaars. En toch zo werkelijk. Ja. Heel bijzonder. Het heeft me heel veel gedaan. Ja. Dat doet mij ook. Ja. Vooral als je zegt dat dansen, weet je wel. Wij hebben zelf ooit een keer een klein kindje verloren, Noah. Mm. Oudste dochtertje van Ita, mijn oudste dochter. En die is al vroeg na de geboorte gestorven. Ja. Maar als ik aan haar denk, ja, denk ik ook aan dansen. Ja, oh. Mooi. Nou, wat mooi. Ja. Misschien wil je dat liedje zingen voor ons. Ja, ga ik doen. Kan ik even pauzeren.
te tikken van de klok, kruipen de jaren voorbij. En ieder jaar getij lijk je wat kwetsbaarder te zijn. Ik zit naast je, lees je voor uit de krant en vertel je wat er deze dag gebeurde. Wrijf zachtjes over je hand. Zullen we een stukje lopen? Daar geniet je altijd zo van. Oh, ik zie jou nog steeds in de schittering in je ogen en in je glimlach die doorbreekt als de zon. In mijn gedachten zie ik je dansen met het tikken van de klok, kruipen de jaren. Staat gebrand toen ik dacht, laat het niet zo zijn, laat het niet zo zijn, niet jij, niet jij, niet jij. Oh, ik zie jou nog steeds in de schittering in je ogen. Alleen maar opmaken uit je lieve lach. Maar soms lijkt het alsof je de hemel al bent binnengestapt. En ik je zie dansen. Ontroerend, dankjewel. We dragen het samen op aan Danita, ja, en haar familie, ja, hier. Nu. Ja. Dankjewel. Ja. Weet je, ik blijf het bijzonder vinden, je ziet haar. Je ziet dwars door haar heen zelfs al een dansende toekomst. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar mooi. Ja. Mensen zullen soms zeggen, waar heb je het over? Maar het is ook een soort van realiteit. Ja. Het is ook precies wat jij wil, mensen zien. Hmm. Je wilde eerst zelf gezien worden. Ja. En toen durfde je je stem eigenlijk niet zo aan God te geven. Hmm. Omdat je bang bent wat hij dan je voor bestemming zou geven. Ja, wat wil hij ermee? Ja. En nou is jouw bestemming om mensen te gaan zien. Ja. En vertel daar eens, vertel eens van, bijvoorbeeld, we kunnen vast niet allemaal zien. Ik weet dat je heel veel mensen gezien hebt, maar... Mm-hmm. Misschien een verhaal wat er voor jou uitspringt? Nou, een van de verhalen die voor mij uitspringt is Aan het einde van de straat, het lied wat ik schreef. Dat schreef ik over Eppo. En ik ben met hem, hij is een wat oudere man, ik ben met hem afgereisd naar zijn geboortedorp.
En hij heeft me eigenlijk mee teruggenomen naar zijn kindertijd. Hoe hij daar is opgegroeid. En de dingen die voor hem een bepaalde betekenis hebben gehad. En dat, dat was een hele bijzondere dag. Waar was dat? Wat is zo'n dorp? Het was in Warfum. In Groningen. Groningen. Juist, hij zei van, want ik stelde dat voor. Ik zei van, ik zou heel graag met jou naar je geboortedorp afreizen. Toen zei hij, weet je dat wel zeker? Dat is echt lang rijden hoor. Het was geloof ik 2,5 uur of zo. Ja. Ik zit er vaak van niet uit. Ik vind het prachtig. Lijkt me heel erg mooi. En dat heeft echt een hele grote uitwerking gehad op hem ook. En die dag zelf vond ik ook gewoon prachtig. We kwamen daar aan en als eerste had hij een soort kroeg dancing van vroeger had hij uitgekozen, omdat hij daar altijd kwam. Hoe oud is het? Je dacht zo'n oudere man? Wat, hoe oud, ja, hij is tegen de 70. Oké, dat is natuurlijk ziek. Dat is allemaal natuurlijk. Maar we kwamen daar aan en hij zei, ik ben hier op deze plek al 50 jaar niet meer geweest. Ik zei, oh, dat vind ik prachtig. Dus wij gaan daar naar binnen en het was ook echt, we stapten gewoon eigenlijk terug in de tijd. Alles was daar nog zoals hij het zich herinnerde. En er zaten daar twee oudere mannen, die waren daar koffie aan het regelen. En er lagen van die tapijtjes nog op de tafel. En dat was echt, nou ja, ik vond dat prachtig. Ook een soort levensfoto eigenlijk, ja, hè? Ja, dat zo. Ik heb daar ook wat foto's gemaakt, ja, dat ik dacht, oh, dit moet ik niet vergeten. Stap terug in de tijd, ja. Heel mooi. En de zwart-wit foto's van Eppo kwamen op tafel. En ja, daarin zeg maar kwamen de verhalen al omhoog. En toen vervolgens zijn we dus echt naar plekken gegaan, zeg maar, waar hij heeft gewoond ook. En dan stond ik dus op straat echt te schrijven ondertussen in mijn schrift, terwijl hij vertelde. En nou, toen op een gegeven moment kwamen we echt bij zijn huis waar hij echt is geboren, zeg maar. En ik zei, we staan nou voor dit huis. Neem eens mee terug. Jij was klein jochie. Wat deed je? Je zat in je slaapkamer. En nou, hij zei, dan staarde ik naar buiten. En hij zei, ik realiseerde me dat de wereld groter was dan mijn dorp. Want hij zei eigenlijk als kind, dan speel je in de straat. En aan het einde van de straat, nou, daar houdt de wereld op. De wereld op, ja. Eigenlijk het gevoel van dat je bijna van de wereld af zou kukelen, ja, als je voorbij die straat zou komen. En, maar hij zei, eigenlijk door de radio ontdekte ik, de wereld is groter. Want dan was er ergens live een bandje aan het spelen op de radio. En dacht ik, hé. Hey, dat is niet in de straat. Dat is niet hier. Dus, dat vond ik heel mooi gegeven. Ja. En nou, hij zei, dan dacht ik, als ik nou straks oud genoeg ben, dan ga ik die wijde wereld in. En dan, daar gaat het leven beginnen. Daar ga ik alles ontdekken. En de straat daar uit gaat het gebeuren. Ik moet die straat uit. En hij zei, eigenlijk zou ik nu tegen dat jochie willen zeggen, joh, alles wat jij zoekt, dat is eigenlijk al hier. Dat is gewoon al hier in het dorp. En alles wat jij leert aan levenslessen en dingen die belangrijk zijn, dat leer jij hier. Hij zei, eigenlijk wil ik dat tegen hem zeggen. En ik weet nog, dit is belangrijk. Dus ik moest dat snel opschrijven. En ik was op een gegeven moment thuis. Wat legde hij dat ook uit, wat dat dan was? Of? Ja, hij vertelde ook bijvoorbeeld gewoon het tempo van het dorp. Dat lag veel lager. Wat hij achteraf dus eigenlijk heel prettig vindt. Want er is vaak ook een soort gejaagdheid in het leven. Mm-hmm. En hij zei, juist in het dorp was alles rustig. En eigenlijk nog steeds. Dat we daar gewoon kwamen, tempo lag laag. Mensen zagen elkaar. Dat is ook iets, weet je wel. Mensen maakten gewoon een praatje met elkaar. De dingen die voor hem echt ertoe deden, die waren daar eigenlijk allemaal. Maar dat kon hij op dat moment nog niet zien. Mocht niet zeggen, nee. Dus ik voelde toen al, dit is belangrijk. Dit schrijf ik meteen op. En ik kwam dus thuis en dan heb ik dus zo ontzettend veel informatie van zo'n hele dag. Ja, je schrijft overal wat op. Ik schrijf overal wat op. Dat ik denk, oh, dit en dat. Want je wil ook die kern pakken. Dus je moet ook heel veel vragen. Maar ik was bezig met het nummer. En pas toen ik bij dat stukje tekst kwam, van hey, jouw dorp, dat neem je altijd met je mee. Ook wanneer je verder gaat dan het einde van de straat. Dat was voor mij echt dat het mezelf ook raakte. En dat ik dacht, ja, dit is het. Wat raakte jou? Nou, het raakte mij van dat daar de kern zat eigenlijk.
van zijn verhaal ook. Oké, ja. En wanneer ik dat merk, ja, ik weet niet, er gebeurt er bij mij van binnen ook iets. Dat ik denk, ja, dit is de kern van het verhaal. Van een mens. Ja, precies. Ja. En toen voelde het voor mij ook af. Nou, met al deze liedjes was het lied pas af voor mij als diegene dat ook vond. Ja. Dus dat is eigenlijk het spannende moment, want dan heb je iets helemaal gemaakt en dan denk je, oké, nu is het klaar, maar ik moet het ook met eerst met muziek eronder alles, enzovoort, ja, helemaal. Ja, ja, en dan ging ik het voor diegene live zingen. Voor Eppo. Ja, in dit geval voor Eppo. En ik zei, ik denk dat het klaar is. Ik zei, nee, ik ga het voor je zingen. Ik zei, dan mag jij er ook nog weer gewoon feedback op geven. Ja. Dus als je denkt, nee, er ontbreekt toch iets of dit moet net anders. Ik zei, dan wil ik het ook heel graag horen. Want ik wil dat het klopt echt bij jouw verhaal. Ja. Dus ik ging het zingen en bij hem was het ook dat slot. Boom, dat kwam binnen. Dat was echt, nou, ik zei, dit is wat jij mijzelf eigenlijk hebt verteld. Dat ik jou vroeg van, hey, neem eens mee terug nadat je een klein jochie was. En ik had die tekst had ik voor hem ingelijst. Want ik dacht wel van, volgens mij gaat hij goed zijn. Je had er wel vertrouwen in. Ik had er vertrouwen in, maar ik denk, ik lijst hem voor hem in. Net iemand als een cadeau. En toen kwam hij, ik denk 2 weken later, kwam hij weer langs. En hij zei, joh, ik ben echt iedere dag gewoon die tekst aan het bekijken. En hij zei, je hebt dit zo goed, zo weten te pakken. En hij zei die slotzin van, ja, dat ik dat dorp niet kwijt ben. Ik draag het bij me. Hij zei, hij noemt de datum ook zelfs nu als markeringspunt in zijn leven. Dat moment dat wij terug zijn gegaan naar het dorp. Want het heeft een uitwerking in hem gehad. Dat het in hem iets heeft geheeld. Hij kijkt niet meer met een soort, ja, verdriet of weemoedigheid of zo terug. Maar gewoon veel meer van, hey, maar dat neem ik mee. En dat neem ik de rest van mijn leven mee. Dat ben ik niet kwijt. Hey, we gaan het lied zo ook even luisteren. Maar ja, voordat ik het ga luisteren, toch nog even dit. Hm. We zitten ineens met een oude man van bijna 70. In een Eppo in een dorp, ja, in Groningen. Ja. Maar jij bent toch gewoon zanglerares? Kwam hij bij jou voor zangles of zo? Hoe gaat zoiets dan? Ja. Als ik bij jou zangles kom, zit ik dan ook zo in mijn straat ergens? Of kan je mij gewoon ook leren zingen? Voor zover dat mogelijk is. Tuurlijk. Ja, nee, Eppo kende ik langere tijd omdat die zangles volgde inderdaad bij me. En ik zal zeker niet iedereen vragen van, hey joh, ik wil niet over jou schrijven of zo. Nee. Zo is dat niet gegaan. Maar bij hem had ik gewoon al vaker gesprekken en was ik bezig vol in dat project, had ik hem ook al over verteld. En ja, bij mij gebeurt er gewoon op een gegeven moment dan iets. Er komt iemands naam gewoon steeds vaker in gedachten. Of ik denk gewoon, ik moet iets met die man. Ik moet daar wat mee. En als ik dat dan zo'n lange tijd voel, dan tegenwoordig geef ik daar gewoon gehoor aan. Ja. En dan denk ik, nou, als het niet zo is, dan is het niet zo. Ja. Maar ik ga het gewoon in ieder geval vragen. En dat vond hij meteen heel erg mooi. Hij zei, dat gaan we doen. We gaan samen naar dat geboortedorp. Maar hij vertelde later, hij zei, ik heb de dag van tevoren nog met mijn telefoon in mijn hand gestaan om je af te bellen. Doe ik het of doe ik het niet? Ja, want hij zei, ik dacht wel van, ja, nu moet ik me wel helemaal bloot gaan geven eigenlijk. Wil ik dat wel? Ja. Nou, ik zei, dat snap ik. Dat heel kwetsbaar is het ook. De mensen die ik allemaal heb ontmoet, die zijn wel heel openhartig geweest in het vertellen van hun verhaal. Ik kon niet op de oppervlakte blijven. Om iemands verhaal te gaan vertellen, moet je heel diep gaan. Heel diep. Dus ja, vertrouw je iemand daarmee? Ja, daar heeft hij echt mee geworsteld. En nu, dat ik ook gewoon zijn naam mag noemen, dat is ook echt iets wat hij dus heeft gezegd. Hij zei, ik ben er trots op. Hij zei, ik wil het niet verstoppen. Mooi. Ik denk dat hij er heel veel andere mensen ook mee kan bemoedigen. We gaan er naar luisteren. Ja. Om op pad te gaan. En mijn achterbak ligt vol, met koffers vol heimwee. En
alles in mij lijkt te roepen. Terug in het dorp van mijn jonge jaar en oude tijden herleven weer. Ik zie een oude bekende in de gebouwen en straten, al is hun aanblik wat verweerd. En ik kan de klank nog horen van de smid die op het aanbeeld staat. Van het leven heeft hier de tand destijds doorstaan. Waar ik rende door de straten, waar ik speelde als kind, waar de mensen elkaar kenden en lieve leed werd gedeeld, waar de wereld ophield te bestaan. Aan het einde van de straat, aan het einde van de straat. Sta weer voor mijn oude huis en zie mezelf weer staren uit het slaapkamerraam. Vol verwachting zag ik uit naar de komende jaren om de wijde wereld in te gaan. Nu inmiddels weet ik, alles wat jij zoekt is hier. En jouw dorp neem je altijd met je mee, wanneer je verder gaat dan het einde van de straat. Ja, ik dank jou voor zo'n lied. Ik dank ook Eppo voor zijn verhaal. Wat geweldig dat hij dat heeft gedaan en gedurfd en zichzelf heeft laten zien. En ik weet zeker dat hij daar niet alleen oude mannetjes zoals ik, maar ook jonge mensen, maar heel veel mensen mee bemoedigt. Ja. Ik vind het een bijzondere bestemming die God je heeft gegeven. Hè? Ik blijf maar met dat woord bestemming zitten, maar dat vind ik zo'n passend woord. Hij is iets moois aan het borduren. Je bent nu met dat bomenproject bezig. Ja, dat is ook prachtig. We hebben al heel veel gehoord, maar is er iets wat een lied wat er voor jou bijzonder uitspringt? Wat je zegt, nou, van onze verhalen? Ja, gewoon in het algemeen. Een lied waarvan je zegt, nou, dat wil ik dadelijk tot slot nog wel zingen en daar iets over vertellen. Nou, ik denk misschien aansluitend inderdaad op hoe we begonnen. En dat verhaal over die fut, daar moest ik aan denken toen ik aan het voorbereiden was hierop. Toen dacht ik, wat zou mooi kunnen zijn. En het lied wat ik schreef ooit toen ik in verwachting was van Rosalien, dat is De Dag van Jouw Komst. En dat vond ik een heel mooi lied om vandaag ook te spelen. Omdat dat nummer eigenlijk iets zegt over ook alle mooie dingen in de wereld. Weet je wel, gewoon de vogels zwevend op de wind en de eendjes dobberend op het water. En ik zeg daar eigenlijk ook van, nog niets van de wereld buiten mijn buik heb je tot nu toe gezien. Weet je, als was zo gewoon lekker veilig bij je, weet je wel. En nu groeit ze op en hebben we gewoon te maken met dingen in de wereld. Koester ik haar eigenlijk ook. Ik had het er pas nog met Lineke over, dus natuurlijk mijn dochter, vriendin van jou, die is nu zwanger ook. Alweer 3 of 24 weken, dus dat komt al best wel aardig dichtbij. En dan denk ik, er zit ook zo'n kindje, dat zit heel warm in de buik, in de baarmoeder.
Ik vind dat in het Hebreeuws altijd zo mooi. Dat gaat over rechem en racham. En barmhartigheid is ook baarmoeder. Oh. Die twee woorden zijn eigenlijk in het Hebreeuws hetzelfde. En daar zit je, hè, in die barmhartige baarmoeder van God, zeg maar, zit je, daar word je geborduurd. Ja. En dan ga je ze voorbereiden op een wereld. Hè. Daar had ik het al met Lineke over. Waar komen ze terecht? Ja. Ze komen terecht in een wereld met Oekraïne en oorlog en ellende. En dat is allemaal waar. Maar ze komen ook terecht in een wereld met vuurtjes en eitjes en bomen en de zon die opkomt. Ja, toch? Precies. Ja. Dat, is iets wat dat leek me mooi, ja. Want ik denk, daar komt het toch wel weer op terug. Die, ik weet het niet, toch een beetje de puurheid. De puurheid, hè? Toch ook wel, ondanks of soms misschien ook wel dankzij, doorheen alle ellende die we zien, zien we toch ook het licht weer, hè? Zien we de zon weer schijnen, zoals op het gezicht van Danita. Zoals de zon die 's morgens... Ja, komt altijd op, maar soms zien we hem. Ja, soms zien we hem niet, maar, nee. Maar ja, dat is toch... ik moet gewoon denken aan een heel oud lied, maar dat is dan een beetje mijn leeftijd. Okay. Maar ik ben ook een oudere man. Hè? Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Gods panim, Gods aangezicht, geeft vrolijkheid, geeft licht. En die wordt, de psalm gaat dan verder, aan alle oprechte harten tentoongespreid in smarten. Oftewel, als je in moeite zit, in verdriet, dan mag je het vriendelijke gezicht van God over je zien. Oh, dat vind ik wel een heel mooi beeld. Ja, hè? Ja. Ja. Nou, dat licht gaat, leeft Rosalind al een tijdje in, toch? Ja, zeker. En dat wensen we eigenlijk alle kindertjes van de wereld toe. Kindertjes die nog geboren moeten worden, kindertjes die er al zijn, kinderen die het leven instappen, kinderen die beschadigd zijn misschien door coronatijd, hè, want dat is natuurlijk ook wel gebeurd. Misschien wil je voor al die kindertjes voor ons afsluitend dat prachtige lied zingen. Zwevend op de wind voelen op je gezicht. Het water zachtjes ruisend, eenden dobberend op het water. Vrienden maken lachen en huilen, genieten van de warmte van de zon. Nog niets van de wereld buiten mijn buik heb je tot nu toe gezien. Rupsen die zich verpoppen om vervolgens vlinders te worden. De regenboog met al zijn kleuren en vel. Te ontdekken, al kijkend, proevend, voelend en luisterend. Waar zal jouw hart sneller van gaan kloppen? Wanneer zul je stralen en huilen? Waar zal jouw hart snijden?
jou te leren kennen. Jou te leren kennen. Ja. Christy, dankjewel. Ik ga hier niks meer aan toevoegen. We hebben zoveel mooie dingen gezien, gehoord, ontroerd geweest zelfs. Nou. En het is weer een heel ander gesprek dit dan gesprekken die we hier eerder hadden. Maar ik ben heel dankbaar voor het feit dat jij hier kwam en jouw eigen hart hebt laten zien en ons geholpen hebt om het hart van andere mensen te laten zien. Hmm. En om in ieder geval elk mens als mens. Als mens te zien. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt. Als u het mooi vond, dan hieronder even liken alstublieft. En deze video mag u delen met uw vrienden. Ik zeg altijd met uw vijanden, maar eigenlijk hoor je die niet of nauwelijks te hebben. Deel hem gewoon met heel veel mensen waarvan u denkt, die kunnen ook door dit lied, door dit gesprek, een stukje waarheid en een stukje troost ontvangen. Dank u wel voor het kijken en we zien elkaar weer.